12 mei, donderdagavond. Iets na de klok van 8, hè? Dit is Nakpraat, live op Breda Nu. En de studio zit weer lekker vol, moet ik zeggen. Jawel. Ja, ja. Gelukkig. Het publiek is, laat zich goed horen. Net zoals in het Radverlegstadion doen we fanclub dat hier. Fanclub hebben we ook, hè? Doen we dat hier in de studio ook. Echt waar, we hebben een fanclub, ja? Van wie? Robert-Jan, denk ik, die was niet eens uitgenodigd vanavond en die komt gewoon opdagen. Die nodigt zichzelf uit. Ja, natuurlijk. Zo gaat dat, hè, met journalisten. Achter de knoppen, onze eigen razende radreporter, Sander Waasdorp. Sander, welkom. Hele goedenavond, Marcel. Zo, dat was weer een hippe jingle. Dat klinkt hartstikke goed. Ik denk, meneer RJ komt vanavond, dus ik moet een jingle hebben waar hij ook in voorkomt natuurlijk. Ja, dat klopt. Sander, morgenavond van de partij. In het Radverleg, in het Jan Lauwersstadion? Nee. Vanavond niet, want jongens, we doen het met een man of vijf. Dus ik vind dat iedereen gewoon in de na-competitie ook zijn wedstrijdjes moet kunnen pakken. Ja. En het is nou niet zo dat wij vijf accreditaties of zo krijgen, helaas. Nee, maar er is morgenavond wel een verslag voor mensen die het morgen is er wel verslag. Willen volgen. Op Breda Nu en 0670radio.nl. En dat zal Stan Romboud zijn, die daar in ieder geval zit met een van zijn collega's die meeneemt. Kijk, dat is heel goed. En naast mij, niemand minder dan, onze eigen prins Radnak de Eerste, Leon Dekkers. Ja joh, oké. Okay. Hey, goedenavond Marcel. Goedenavond Leon. Ben je, Leon, al een beetje gespannen voor de play-offs? Ja. Er gaan allemaal hele enge scenario's in mijn hoofd. Waarbij als ik s'nachts lig te slapen, dat deze play-offs beperkt blijven tot twee wedstrijden. Ben je al een keer badend in het zweet wakker geworden? Oh ja, diverse keren. Maar dat had niet met voetbal. Nee. Ja. Nou ja, diverse keren, ja. Ja. En aangeschoven. Over inderdaad inmiddels ook Robert-Jan. Robert-Jan, goedenavond. Goedenavond Marcel. Toch maar weer naar de studio gekomen. Ja, ik was thuis wegbesteld, dus ik denk, dan kan ik toch wel hier naartoe. Ja, Robert-Jan is gewoon buiten gezet door zijn vrouw. Zo is het. Daar komt er eigenlijk gewoon op in. Ja. We gaan even kijken wat we allemaal gaan doen. We hebben ontiegelijk veel nieuws. Ik lees hier allemaal spelersnieuws. Heel veel spelersnieuws. Een nul noop. Ja, heel veel. Stam, Unaal, Apau, Smulders en Van Diermen. Ik heb 6 keer het Grabbelton nieuws klaarstaan. Dat is dat ongeveer goed of niet? En dan hebben we nog... Oh, elke keer als jij Apau zegt, dan krijg ik honger. Apau. Nee, een broeike Apau. Ja. En Grabbelton algemeen nieuws. We hebben het over een spie. We hebben het over een categorie 2. We hebben het over een spie, ja. Ja, daar zijn de mensen die drijven een spie tussen ons. Het schijnt dat wij ook een schaal hebben gewonnen. Daar gaan we het ook over hebben. Die is mooi, hoor. Die is echt mooi. En we hebben het over de pol natuurlijk. Nostradamus. En we gaan natuurlijk vooruitkijken naar de play-offs en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, dat is belangrijk. Heb ik het een beetje goed samengevat, Leon? Ik denk dat ik het keurig voor elkaar heb. Nou, we hebben het bijna zo goed gedaan dat we de hele openingstune vol hebben geluld. Dus dat moet nog eens een keer wel worden, jongens. Timing, hè? Sander, ik heb van de week een mooi lijstje met muziek ingediend bij jou. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ik kan even op het scherm niet zien wat er nu gaat komen. Maar... Nee, dat is ook zo. Dus jij hebt het lijstje doorgegeven. Ik ben mijn grote bibliotheek weer ingelopen. En uiteindelijk hebben we eigenlijk alle nummertjes die je aangevraagd hebben weer gevonden. Dat vind ik knap dat je elk nummer kan vinden. Want er stond van de week toch aardig bijzondere nummertjes tussen. Ja, maar ik moet zeggen, ja, de eerste is in ieder geval niet zo'n bijzonder, want die horen we wel wat vaker. Dat is er eentje van de B-52's. Love Shack. En die is getiteld Love Shack inderdaad. Heerlijk. Tot na deze plaats bij Breda Nu Nakpraat 107.3 FM. En dan wil die niet starten. Nu wel. If you see a faded sign.